Het is al een tijdje droog. Dat kunnen we zien aan de vijver. De regenton is leeg. En zo is het natuurlijk ook op de moestuin en in de achtertuin. Dus we moeten water geven. Op dit moment zijn er een aantal droge weken. En dan wil je dat met name je zaaigoed en je klassieke planten, wat teerdere plantjes, genoeg vocht hebben. Maar goed, het komt uit een kraan, het is drinkwater, dus je wil natuurlijk ook niet onnodig veel gebruiken en ook niet onnodig vaak heen en weer lopen. Dus er zijn een paar trucs of tips waardoor je wat efficiënter kan water geven. Het is altijd handig om even te schoffelen voor je gaat water geven, zodat de aarde mooi los is. Dan kan het water makkelijker doordringen, maar ook omdat je na het water geven minder makkelijk schoffelt. Dus dat werkt twee kanten. Daarna is het makkelijk om even de grond eerst nat te maken en dan daarna, dit doe je bijvoorbeeld op de hele tuin, en daarna pas geef je wat meer water, zodat de bovengrond met de eerste keer gieten wat nat wordt en daarna kan de aarde beter opnemen. Als je dat ineens een grote plens geeft, dan glijdt het er gewoon vanaf. Dan ben je het vaak kwijt en dan ligt het op je paden. De bedjes die met vliesdoek bedekt zijn, die giet ik gewoon door het doek heen. Het idee van het doek is dat het wat warmer blijft. Maar ook heb ik gemerkt dat het effect van de wind wat minder is, dus ook het uitdrogende effect. In principe gaat water er dwars doorheen, dus ik kan me voorstellen dat het water wat daaronder verdampt er ook doorheen gaat en dat je dat dus kwijtraakt. Aan de andere kant het water wat in de grond gaat, het zal minder gauw verdampen doordat de wind minder effect heeft. Dus ja, zo doe ik dat dan. Nou, hoe leuk en gezellig het ook is, het water geven, de beste manier van water geven is natuurlijk niet water geven, voorkomen dat het vocht verdampt. Dat doe je door regelmatig heel oppervlakkig te schoffelen, dus de verdamping minder. En ik doe dat op een aantal plekjes door de grond te bedekken met folie, totdat het gewas geplant wordt. En omdat het nu erg droog is, geef ik daaronder nu ook even water en dan bedek ik het weer. Het ziet er misschien een beetje onnozel uit om ook zo'n braakliggend paar bedjes water te geven. Er groeit nog niks op. Maar ik zie het zo, onder dat folie zit natuurlijk ook bodemleven. Dat vindt een warm en vochtig klimaat veel prettiger. En dit vocht is niet voor niks gegeven, want onder dat folie kan het niet weg. Dus het kan hoogstens verdampen en weer tegen de folie neerslaan. En dan houdt dit stukje grond ook in goede conditie, zodat over een paar weken als de koolsoorten, de courgette en de komkommer erin gaan, dat die niet helemaal uitgedroogd is, maar in een plantklare conditie. Grotere planten en dieper wortelende gewassen die al wat langer staan. Asperges, rabarber, artisjok, maar ook de bessen. En eigenlijk ook de aardbeien, als ze helemaal aangeslagen zijn, hebben veel minder vaak water nodig. Het zijn met name je zaailingen, het zaaigoed, dus de opkomende zaadjes. En de pas geplante gewassen die je goed in de gaten moet houden. Waar de verdamping door de zon of de wind vaak hoger is dan wat de grond kan leveren, waardoor je plantjes zouden verdrogen. Nou, na een kwartiertje heb ik de rest van de tuin ook zijn eerste lading gegeven. En nu kan ik dit bed, wat al wat vochtig is, een flinke scheut water geven. En dat zal waarschijnlijk beter intrekken.
mijn volgorde is schoffelen, dan bevochtigen, in laten trekken en daarna pas echt water geven. Nou, er zijn er nog wel een paar kleine dingen te zeggen. Je kunt beter 's avonds water geven dan 's morgens. Dan heeft het de tijd om rustig in te zakken voor de zon weer opkomt. Individuele planten geef je beter per stuk water. En rijtjes, natuurlijk zoals ik het heb laten zien met de gieter. En die individuele planten geef je vaak beter water onder de bladeren, dus bij de stam op de grond, dan dat je er overheen giet, want dan is het een soort paraplu en dan worden de wortels net niet nat. In de tuin en in de kast gaat het water geven nog een beetje anders. Plantenschotels, plantenschalen zijn erg handig voor planten die je in potten teelt. Onder deze Japanse wijnbes staat een plantenschaal. Die is ook met een steentje eronder even horizontaal gezet, zodat het water er echt in blijft. En dan kun je flink gieten zonder dat het water wegloopt. In deze bak aan de pergola staat een goot, een bakgoot, die aan beide kanten dicht is. En daar gaan, daar gaan allerlei planten in, die dan van onderaf water kunnen krijgen. Dus als je een weekend of langer weg zou gaan, kun je die hele bak vol met water zetten. Dat werkt perfect. Precies nog zo'n bak staat er ook in de kas. Voor planten die nog moeten uitlopen, dus die kunnen ook lekker vochtig staan. En de lengte van deze bak is precies zo lang dat hij ook binnen in de vensterbank kan. Want voordat ik een kastje had, gebeurde alles in de vensterbank. En dan kon ik daar rustig water geven zonder dat er een klierenboel ontstaat of dat er overal aarde en modder komt te liggen. Zo'n bakgoot kun je ook gewoon pas maken voor de ruimte waar jij licht hebt en waar jij je voorkweek doet. Hier is een planten- en pottenkast met een doorkijkje naar de buren. En er staat ook een bak met allemaal stekjes en pas opgepotte spulletjes die ik hier mooi kan drenken. Deze bak komt volgens mij uit een oud konijnenhok. Die heb ik ook ergens opgescharreld. Dat soort dingen ben ik altijd wel keen op, dat ik die verzamel. Ook als je in balkonbakken teelt, dan heb je daar zo'n plantenschalen onder. Dat werkt hartstikke goed. Het enige is dat je moet zorgen dat ze wel horizontaal staan, anders lopen ze alsnog leeg. In die goot. Eigenlijk best gezellig als het straks over de rand van de bak uitpiept. Maar voorlopig gaat 's nachts nog een glasplaat erop om ze een beetje warm te houden. Een oude zijkant van de douchecabine. Maar dat kan natuurlijk alles zijn. Een stukje plexiglas. Of een stukje doorzichtige folie wat je op een latje spant. Of gewoon eroverheen hangt. Als maar een beetje isoleert, de boel warm houdt en niet wegwaait.